Instawalk 010. Ja. Eerste keer? Ja. Leuk? Ik vind het fantastisch. Maar het is op het moment insta rijden voor mij. Want? De parkeermeter was afgelopen, toen moest ik de auto gaan halen. Was insta rennen? Dat duurt niet langer, hè? Ja, u heeft nog een analoge, geloof ik, hè? Ja. Zelfs nog een zwart-wit rolletje erin vandaag. Maar dan staan ze niet gelijk op Twitter? Nee, dan moeten we een weekje geduld hebben. Met wat voor toestel fotografeer jij vandaag? Met een 4S. iPhone 4S. iPhone 4S. We zijn op zoek naar de iPhone-hoesjes trends bij deze Instawalk. En nou zag ik dat u wel een mooi hoesje had. Ja, vind je? Vertel. Ja, dat is een cadeautje van mijn dochter. Wat heb je er iets omheen zitten? Ik heb er iets omheen zitten. Laat even zien. Een vrijtak. Sleeve. Maar omdat u zo verslaafd bent? Of? Een Angry Birds? Het valt mee. Wat voor iPhone heb je? Een iPhone 3 GS. Heb je er ook een hoesje omheen? Nee. Helemaal kaal, bloot? Kaal, bloot. De oude vrachtwagen doeken. Ja. En gordels. En alles wat je maar kunt verzinnen wat afgedankt wordt bij de trucks. Maar nog bijzonderder vind ik eigenlijk de Super Soaker die u naast u heeft hangen. Ja, ik zag overal voorbij komen Bring Your Water Gun. En dit gaat mij niet gebeuren dat ik hem niet bij me heb. Hashtag? Hashtag Instawalk 010. En? Dit is Zuid. Heel goed. En mijn eigen 365 Rotterdam. U zit helemaal onder de chocola, hoe komt dat? Ik heb net bars uitgedeeld. En ik heb het ook net gebakken. Ik zit eigenlijk al de hele ochtend in de chocola. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Heel erg oorspronkelijk uit Leiden. Sst, maar eigenlijk ben ik natuurlijk een hele grote Rotterdam-fan. Ja, ik ben DJ. Ook nog DJ? Ja, maar tegelijk of? Nee, dat wordt echt heel lastig. De kunst van het koken zit in met timing, zeggen ze. Ja, dat is timing, ja. Maar dat is ja. Met DJ ook. Absoluut waar, ja. Inderdaad. Heb ik nou volgens mij een overlap ontdekt? Ja. Wat doet Tupelo precies? Tupelo is een recensiesite, of eigenlijk zoals we het zeggen, is een social local search community. Dus het is een soort telefoongids, maar dan met het sociale aspect erachter. Ik draai dus als Missy, dat is mijn artiestennaam. Ja. En vandaar dat dit Swinging Granola heet en de bars heten Rocking Bars. Maar het is iets wat heel erg online georiënteerd is. Ja, absoluut. Maar Instawalk is niet bepaald online. Instagram walk? Tuurlijk wel. We zijn gewoon alleen offline aan het lopen. Maar ondertussen zit iedereen met zijn telefoon. Dus heeft niemand eigenlijk echt contact natuurlijk. In vergelijking met andere Nederlandse steden, het is heel anders. En als je van fotografie van gebouwen houdt, dan is dit echt de staat waar je leuke angles kan fotograferen. Het is heel anders dan andere steden hier in Nederland. Wat is zo bijzonder volgens jou aan Rotterdam? De cultuur, de mensen, de instellingen, toch wel het hard werken, maar ook hard plezier en directheid. Wat is er bijzonder aan de Kop van Zuid of wat is er bijzonder aan Zuid? Waarom moeten mensen naar Zuid volgens jou? Omdat ik denk dat het een plek is wat heel erg onderbelicht is. Ik heb zelf een tijdje op Zuid gewoond en ik vond dat het een hele mooie plek, een hele rauwe plek. Eigenlijk hetzelfde misschien wat je met Italië, met Napels hebt. Napels is pas echt het echte Italië en ik vind ook dat Zuid eigenlijk het echte Rotterdam is. Ik hou ervan om daar rond te lopen. Ik vind het heel gaaf. Ja, en wat ik ook heel leuk vind aan Rotterdam is dat ze erg trots zijn op hun stad. En dat ze dat dus ook, net als met dit soort evenementen, graag willen laten zien. Maar bijvoorbeeld oudere gebouwen in Utrecht of Amsterdam, die hebben toch ook gewoon een charme? En oh ja, natuurlijk. Ze zijn heel mooi. Maar dit is heel anders. Dan krijg je hier iets wat je in andere steden niet te zien hebt. Je ziet volgens mij dat heel veel mensen die in Amsterdam wonen, die krijgen dan een familie of een gezinnetje. En dan gaan ze naar Almere. Ja. Gaan mensen hier naar Capelle? Nee, ik niet. Dus je hebt echt het gevoel dat er wel een hoop gebeurt en dat er een hoop nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op Zuid. En dat dat ook wel iets meer aandacht mag krijgen. Ja, misschien ligt het wat verder uit elkaar. Dat mensen daarom niet zo snel naar Zuid gaan. Omdat ze dan niet zo goed weten hoe ze dan overal van plek 1 naar plek 2 moeten komen. Ongeveer 20, 30 mensen. Hoe komen die erbij om met dit mooie weer met wildvreemde mensen een route te gaan maken? Door de stad heen om fotootjes te maken met hun iPhone. Wat is dat? Ja, nou ja, dat is wat ik net ook al zei. Rotterdammers zijn toch wel heel trots op hun stad. Die vinden het leuk om daar foto's van te maken, dat ook te delen. En ik denk ook dat zeker de doelgroep die wij aanspreken, dat zijn mensen die het leuk vinden om andere Rotterdammers te ontmoeten. Het zijn niet alleen maar Rotterdammers, er zijn ook mensen buiten Rotterdam die meedoen. Die vinden het leuk om met die mensen in contact te komen. Die doen ook vaak mee met tweet-ups of op Twitter en Facebook zijn ze heel actief. Ja, dat is gewoon een doelgroep, een groep mensen die het heel leuk vinden. Die staan voor nieuwe dingen open. Rotterdam ken ik niet zo goed, ik moet eerlijk zeggen. Maar ik vond de meetup heel leuk, de Instawalk. Want ik ben normaal gesproken degene die op de grond staat foto's te maken. En het is leuk om te zien dat andere mensen dat ook doen. Dus ik voelde me meteen thuis. Ben je nog iets kwijt?
Laten we verder gaan lopen, want we hebben nog drankjes en eten. Maar de brug is open, dus de mensen staan achter de brug. Het is trouwens wel een mooi fotomoment dit. Wil je nog iets kwijt verder? Iets aan te kondigen? Maak het Tupelo-account aan. Dat vind ik een hele goede. Dat gaan we zeker doen. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank je.